Boys, welkom terug bij een gloednieuwe video van Forza Horizon 3. En dit is zo lang geleden. Het voelt goed om weer terug te zijn in deze game. Dit is voor mij nog steeds een van mijn favoriete racegames aller tijden. En de laatste keer dat ik dit gespeeld heb, is sowieso een half jaar terug. Dus het voelt wel weer een beetje raar om deze game weer te spelen. Mijn rijkunsten zullen waarschijnlijk ook echt verschrikkelijk zijn. Dat kan ik je bij deze alvast mededelen. Ik vergat net al de hele tijd te schakelen. Omdat ik, de laatste racegame die ik heb gespeeld was Need for Speed. En daarbij hoefde ik niet te schakelen. En hierbij wel. Dus dat is wel eventjes behoorlijk raar. In ieder geval, welkom terug bij een nieuwe video van Forza Horizon 3. Momenteel spelen wij de... hoe heet het ook weer? Oké, ik spring... ik spring gewoon de baan uit. Momenteel spelen wij de... Hoe heet het ook weer? Geen Red Bull, maar... Hot Wheels. Hot Wheels DLC. En de reden waarom ik deze DLC doe... is omdat... weet je, jullie wilden Forza zien. En persoonlijk vind ik de originele map leuker. Maar ik heb er alles al gedaan wat er te doen valt. Ik heb die game zoveel gespeeld... dat ik er een beetje klaar mee ben... en niet echt wist wat ik überhaupt nog in de gewone map kon doen. Toen dacht ik, weet je wat... laat ik gewoon eens eventjes de Hot Wheels DLC doen. Ik heb deze niet zo heel veel gespeeld. En het komt omdat ik... ik weet niet. Ik vind die banen niet echt heel erg fijn om te rijden. Het ziet er allemaal super vet uit. Het is alleen een beetje lastiger om op te rijden. Vind ik persoonlijk. Maar het ziet er wel echt enorm vet uit, zoals je kan zien. Holy shit. En door de ring heen. Woo! En ik vlieg weer de... Ik dacht even dat ik daar de weg ging halen. Holy shit. Ik sprong echt fucking ver. Damn. In ieder geval, momenteel zit ik in deze prachtig mooie Veneno. Je moet wel eventjes die crashes wegdenken. Ik weet niet of jullie deze auto van mij ooit hebben gezien. Want ik heb de game dus afgelopen jaar nog redelijk veel gespeeld nadat ik dus geswitcht was van kanaal. Dus ik heb echt bijna elke auto die ik in deze game kan wensen. Ik zal zo meteen even teruggaan en kijken wat er allemaal nog is, wat ik nog wil kopen. Want er is vrijwel niks meer dat ik nog wil hebben. En dat is dus waarom ik gestopt was met het spelen van deze game. Dat ik gewoon bijna alles heb wat ik een beetje kan wensen. In ieder geval, we gaan eens eventjes starten met een raceje. We hebben deze S1 race. Volgens mij is dat het hoogste niveau, S1. Ik weet niet of ik deze auto daarvoor kan gebruiken. Ik bedoel... godverdomme. Het is een auto van 4 miljoen of zo, dus... het is een pittig, dure raceauto. We gaan even kijken. De Supercharged Summit. Nee. Stop. Ik wil de race starten. Hoe doe ik dat ook weer? Hoe start ik races? Is het deze knop? Hot Wheels Campaign. Oh, oké. Ja. Dit zijn allemaal Horizon Edition auto's. Ik kan dus alleen... nee. Oh, ik dacht even dat ik alleen Horizon Edition auto's kon gebruiken. Ik heb ze volgens mij wel bijna allemaal. Al die Horizon Editions. Die was ik echt aan het sparen. Wat gaan wij gebruiken voor deze race? Ik denk dat wij enorm veel kunnen gebruiken. Want dit is super gevarieerd. Dat bedoel ik dus. Er staat een DHL van naast de Ferrari. Oké, top. Geweldig. Wat moet ik gebruiken voor dit? Dit is serieus bizar. Moet je kijken naar deze stats. En die van de Mercedes. Dit is een gewone Mercedes. Dat is echt bizar gek. Ik weet niet wat ik zal doen. Weet je wat? We gaan gewoon even de Jaguar pakken. Is toch wat speciaals. Echt een beetje een track-focused auto. En ik bedoel, dit is toch... deze DLC is voornamelijk track-focused. Het zijn toch een beetje van die racebanen en zo. Het is niet echt de weg. Oké, hier gaan we dan. De oude Jaguar XJ 2020. Ik weet niet precies wat ik van deze auto moet verwachten. Ik bedoel, het is een legendarische auto. Het is echt een ontiegelijk snelle auto. Maar tegelijkertijd, hij is ook zo oud. Dus de wegligging en zo is vaak wat minder. Maar we zullen het zien. Ik zat te kijken naar die Porsche. Shit. Oh, die gaat echt een ramp worden. Ik heb echt al een hele tijd geen racegames meer gespeeld. En de laatste racegame die ik speelde was Need for Speed. En die game is echt verschrikkelijk makkelijk vergeleken met dit. Dat is echt dag en nacht. Echt, in Need for Speed win je vrijwel elke race. En bij dit moet je echt werken voor je winst soms. Oh. En je moet eigenlijk ook die lijnen volgen, wat ik nou totaal niet doe. Oké. Wie de plaats, dat is totaal niet slecht. Ik had net gekeken, we spelen momenteel op Pro. Dat is niet het allerhoogste niveau, dus dat is op zich prima. Dan kunnen we toch een beetje inkomen in deze game. Voordat wij het hoogste niveau gaan. Oh! Oh god! Dat ik deze auto onder controle hou.
Damn, dat was op het nippertje. Oh, en ik ken dit ook nog, dit stukje. Dat is altijd risky, jongen. Je kunt daar zo hard crashen. Oké, let's go. En je zult waarschijnlijk ook in de gaten hebben dat ik heel vaak vergeet om te schakelen. De laatste race game die ik speelde was niet voor speed. En daarbij hoefde ik niet te schakelen. Dus dat vergeet je ook weer snel. Dat leer je toch echt af. Oh, dit is een risky stuk. Dit is risky. Hier kan je heel veel tijd op winnen als je hier niet crasht. Oh, shit. Oké, dat had ik nog redelijk gered. Maar ik realiseer me trouwens ook nu dat ik geen spoiler meer heb. Ik ben blijkbaar een keer onderweg mijn spoiler verloren. Kan gebeuren. Kan gebeuren. En ik ben momenteel in eerste positie. Oh shit, ik vergeet weer te schakelen. Dat is zo irritant door die boosters. Dan vergeet je dat je weer moet schakelen. Want dan vlieg je ineens als een gek fruit. Oh nee. Nee. Ik ben weer... What? Waar kom jij vandaan? Ik stond net eerst en die auto's vliegen mij letterlijk voorbij. Oké. Ferrari en een Mercedes SLS volgens mij. Nee, dat is geen SLS. Dat is zo'n GT ding volgens mij. Echt, what the fuck? En er komt er nog één aan. Oké. Ik weet niet waar zij eens vandaan komen. Uit het niets. Oké, hier gaan we weer. Mijn minst favoriete stuk. Oh, maar het werkt wel. Yeah, buddy. Weer terug in eerste positie. Dit is echt een... Oh, dit is riskeert altijd weer. Dit is echt zo'n baan waarbij iedereen gewoon beukt. Dat doe ik zelf ook. Het is gewoon veel te smal. Dat is niet echt de oorzaak. Ik bedoel, een normale weg is niet breder dan dit. Maar ik weet niet. Ik kan gewoon echt niet rijden op deze... Oh, op deze baan. Dat is niet mijn ding. Best laptime. 1.21. Ik moest onder de 1.20 zitten volgens mij voor een challenge. God damn it! Nou ja. Heel mijn auto's naar de kloten. Oké. Nou ja. We hebben genoeg verdiend. Yeah, buddy. Zijn we level up? Ja, zeker. Dan krijg je volgens mij weer zo'n wheelspin, toch? Ik heb het al zo lang niet meer gespeeld. Ik mis de wheelspins. Het is nog steeds een van mijn favoriete dingen. 150. Hell yeah. Ik moest onder de 1.20 zitten. Ik had 1.21. Oké, ik heb een andere race gevonden. We gaan er eventjes heen. Een race die ik nog niet heb gedaan. Wacht, ik moet die kant op. Waarom rij ik achteruit? I don't know. We moeten deze kant op, blijkbaar. Dit is allemaal ook zo onduidelijk. Welke weg je moet volgen. Echt... En dan moet ik hier weer... Nee, ik moet die rechtsaf. Ik wil die booster niet pakken. Jesus. Oké, we zijn er bijna. Destination in 400 meter. Kijk. Ik wist dat het eronder was. Dat is zo irritant. Oké, we hebben een race gewonnen. Setup event. Dit is ook weer een S1. Dus ik denk met dezelfde klasse auto's. Ik pak wel een andere auto. Want dit ding... Nee. Ik denk dat ik voor die Mercedes ga. Ik weet niet waarom. Maar ik vertrouw dit ding. Ik heb echt het idee dat die verschrikkelijk fijn rijdt. Ook al kan ik dat niet eens weten, omdat ik de game echt al, dus al zo lang niet meer gespeeld heb. Dit ding moet ik sowieso niet pakken, want dit is een driftpack. En ja, verder rest kan een Bugatti nemen of dit ding. Maar voor nu doen we het vrij subtle. We nemen gewoon een simpele Mercedes. Simpel. Als het goed is, unlocken wij iets nieuws als ik 3 tokens hier haal. Dus we moeten alle objectives halen. Ik weet niet wat wij dadelijk kunnen unlocken. Volgens mij is het een nieuwe auto of nieuwe races of zo. We moeten in ieder geval de race finishen. Race winnen, vanzelfsprekend. En 15 drift or e-drift skills. Klinkt niet al te moeilijk. Dus we zullen zien. We gaan van start. Ik bedoel, dit is op zich een prima auto om mee te driften, zou je zeggen. Dus, let's go. Dit is volgens mij ook een drag race. Oh, what the fuck is er met mijn auto? Wat is er met mijn auto? Wat? Mijn auto... No. Wacht even. Restart dit. Ik heb geen idee wat er juist gebeurd. We gaan het nogmaals doen. Dat was fucking random, weet je dat? What the fuck? Mijn auto viel gewoon ineens van de baan af. Oh ja, dit is natuurlijk onder... Nou weer! What the fuck? Oké. Nice. Prima. Oké, 3 keer scheepsrecht. Als het nou niet lukt, dan geef ik het echt op. Want dan snap ik er echt niks van. Dan moeten we waarschijnlijk gewoon echt een andere auto hebben.
Wat ik nog steeds niet begrijp, want deze auto hoort meer dan snel genoeg te zijn voor dit. En kijk, nou lukt het wel. Ik moest volgens mij echt aan de linkerkant blijven. Wat bizar is, dat de... Oh, de rest van die mensen deed dat niet. Dus waarom die SUV dat bijvoorbeeld wel haalt en ik niet, dat is echt beyond me. Maar oké, het zal wel. We zijn er voorbij. Oh, en ik word er iedereen ingehaald. Wat een verrassing. God. Oh, remmen. Scherpe bocht. Wow. Oh, dat was op het nippertje gek. Ik ging echt vol in de ankers. Vol op de rem. Oh, nog een bochtje. Hey, bye, motherfucker. Oh, linkerkant blijkbaar. Ik weet niet waarom. Ik heb het idee dat die rechterkant fijner was, maar... Sure. wat is er met die AI? Oké. Oh, we staan eerste. Yes. Hell yeah. Oh, scherpe bocht. Oké, dat was niet de meest clean bocht. En... Ja. Yep. Ik realiseer me nu net dat ik ook nog die challenge heb van die drift dingen. Oh, en iedereen haalt me in. Yay. Fuck me. Oh, dat is waar ook. Ik heb die drift dingen nog. Ik probeer te driften, maar er zit een auto naast mij. Ah! Oké, nou, we hebben er 6. Ik moet er 15. Dat zijn er behoorlijk veel. Come on. Ik ben zo close. Ik heb bijna de challenge. En, oh mijn god, 94%. Challenge gecomplete. Come on. Ik moet er weer, dat is de finish. Godverdomme. Oké, nou, het is de tweede plaats. Tweede plaats is op zich een prima score, maar fucking hell zeg. Nou heb ik de challenge niet gecompleet. En dat was een beetje mijn doel. Of ja, alle drie de challenges. Dus het finishen, het winnen en de drift challenge. Oké, hier gaan we dan weer. Ik ben momenteel onderweg naar een drift zone. En what the fuck doe jij hier nou weer? Waarom? Oké, weet je wat, ik rij wel gewoon door. Ik weet niet wat die auto aan het doen is. Ik ben momenteel onderweg naar een drift zone. Wij moeten dus nog wat van die tokens unlocken. En als het goed is, als ik nou nog 1 token unlock op die drift zone, dan is dat prima, dan is dat voldoende. En dan kan ik een nieuw niveau unlocken. En dat is dan waarschijnlijk het S2 niveau. Dus we gaan even kijken. Hopelijk dat ik überhaupt kan driften, want... Oh, ik mis al de afslag. Begint al goed. Dat is fantastisch. Ja, drift in deze game is best wel pittig. En aangezien ik de game zo lang niet meer heb gespeeld, denk ik niet dat me dat zo heel erg goed zal afgaan. Maar we zien wel. Ik heb ook geen flauw idee waar ik überhaupt heen moet. Oh, leuk die boosters. Ja. Nee, werkt goed. Is dit de drift zone? Nee, toch? Nee. Wacht, ik mis de afslag. Wat? Oké, ik heb de verkeerde afslag. Ik zweer het je, dit is echt een doolhof. Oké, we hebben het gevonden, dit is de drift zone. Ik heb veel te weinig snelheid, by the way. Er is geen mogelijkheid dat ik hier ga driften. Nee, dit gaat hem niet worden. Ik weet niet eens hoeveel punten ik moet hebben. Ik denk 50.000 of zo, of 70.000. Even kijken. Ik heb wel een nieuw personal best. Ik heb gewoon 2 tokens. Oké, dat is prima. We hebben in ieder geval wel iets nieuws unlocked. Ik ga het nogmaals een keer proberen. Kijken of we ze alle 3 kunnen hebben. Wat moet ik hebben? Hoeveel punten moet ik hebben voor 3 tokens? Let's turn it up to S2 for these next tracks, boss. Yeah, buddy. Dit is S2 niveau. Oké, dan zijn er nog snellere auto's. Voordat wij die race gaan doen, wil ik wel eventjes 3 van die tokens hebben op deze drift zone. Ik hoef alleen maar 30.000 punten. En wat ik net deed, dat was niet eens een serieuze poging. Ik wist niet eens wat de drift zone was, dus... tweede poging. Hopelijk dat we nu wat beter kunnen doen. En een daadwerkelijke drift doen. Want wat ik net deed, ik noemde dat niet eens een drift. Dat was gewoon triest. Dus poging nummer 2. Woehoe! Oh, ik zeg... ik heb nou al geen sneller meer. Godverdomme. Ik heb wel 30.000 punten. Dat was letterlijk 1 drift. En ik had al 30.000. Come on. Nee. Oké, nou, ik heb de punten. Begon mooi. Einde was... We gaan het er niet over hebben. Ik ga naar een S2 race. Hot Wheels campaign. Wat is de challenge eigenlijk? 8 great speed skills. Sure. Hey, kijk. Dit is nog eens een mooie klasse. Waar is mijn Vinino? Vinino. Waar de fuck ben jij? Fuck it. Het gaat een McLaren worden. Ik ga met de McLaren. Fuck dit. Dit is een van de duurste auto's in mijn collectie, denk ik. Of in ieder geval een van de duurste supercars.
Deze auto was echt ontiegelijk duur. Volgens mij was dat ding tegen 6 miljoen aan of zo. Dus is ook een van mijn laatste aankopen geweest ooit. Ik realiseer me serieus net pas dat het bijna 1 uur is. 1 uur 's nachts. Fuck. Oké, in ieder geval de laatste race van de dag. En mijn stem is helemaal naar de pleuris. Ik heb geen idee waarom. Ik heb vandaag eigenlijk helemaal niet zo heel veel gedaan. Dus waarom mijn stem gewoon helemaal weg is, ik zou mijn god niet weten. Maar ik kan er helaas niets aan doen. Je zult het hiermee moeten doen. Dit is wat er van over is gebleven van mijn stem. In ieder geval, we gaan eens even kijken of we deze race kunnen winnen. Is wel belangrijk, aangezien we net een teleurstellende tweede plaats hadden. Dus we moeten dit goed maken met een mooie eerste plaats. Oh, mijn lijn, jongen. Jesus Christ, waar rij ik nou? Fucking hell. Nou ja, let's go. Als het hier niet mee lukt, dan lukt het nergens mee. Dit is de McLaren F1 GT. Dit is legit een legendarische auto. Ik heb geen idee hoe duur deze auto moet zijn. In-game is die volgens mij 6 miljoen of zo. Maar in real life is deze auto serieus onbetaalbaar. En ik bedoel daar niet mee van, oh, deze auto is 20 miljoen dollar of zo. Deze auto is volgens mij serieus onbetaalbaar. Want de gewone F1, volgens mij werd die een tijdje terug verkocht voor 25 miljoen of zo. En dit is de GT-versie. Dus de nog duurdere, exclusieve versie van de gewone. Dus ik heb geen idee hoe duur deze auto zou moeten zijn. Maar dat is echt belachelijk geld waarschijnlijk. En we rijden momenteel 5e. Wat op zich niet zo erg goed is, maar iedereen rijdt recht voor me. Dus dat is nice, I guess. We hebben ook nog steeds die challenges. Ik ga me totaal niet focussen op die challenges. Oh! Hij vloog van de baan af. I believe I can fly. Oh, dat was awesome. Oh shit, dan vlieg ik nog van de baan af. Alles prima. What the fuck was dat? Oké. En tweede plaats. Let's go, boys. Oh mijn god, ik klink echt als een chipmunk. Mijn stem is echt helemaal weg. What the fuck? Ik bedoel, ik ben 23. Ik denk dat ik puberty al gehad heb, dus dat kan het niet zijn. Come on, boys. Come on. We zijn zo close. Dit is de 1-1. De Agera 1-1. Let's go. We hebben bijna de challenge gecomplete. We moeten hem nou inhalen. De race zit er bijna op. De race zit er bijna op. Come on. Come on. Sneller. Sneller. Ja. Oh. Ik ga eerst. Ik heb de challenge ook gecomplete. Volgens mij is de finish hier bijna. Finish. Finish. Yes. Boys. Kijk die tijden. Dat is binnen een seconde. Oh my god. Oh my god. Hell yeah. Dat was zo fucking close. Ik zweer het je. Ik moest de challenge nog completen en ik moest winnen. En dat allemaal in de laatste paar honderd meter. Oh. We hebben wheelspins unlocked blijkbaar. Sure. Dit is trouwens heel erg raar. Ik sta stil op een booster. Oké. We hebben blijkbaar wheelspins unlocked. En volgens mij vinden die altijd wel leuk. Dus laten we even een paar openen. We hebben een Ryzen Edition auto. Die ik waarschijnlijk al heb. Want ik heb er echt superveel. Volgende auto. Nog een Ryzen Edition auto. Ik weet niet of ik die heb eigenlijk. Nou ja, ik win hem niet. Dus boeit niet. En last but not least. De Viper GTS die ik sowieso wel heb. Dus hopelijk krijgen we iets anders. 10k. Dat is niet alles. Dat is. Maar ja, ik ga de video hier in ieder geval afsluiten. Hopelijk heb je genoten van deze nieuwe video van Forza Horizon 3. Mijn stem is helemaal naar de kloten. Dus sorry, let daar alsjeblieft niet op. Maar ja, als jullie meer Forza willen zien, dan laat dat sowieso achter in de comments. Laat een like achter. Ik zal het hooguit 1 keer per week doen. Niet meer dan dat. Want weet je. Forza is een leuke game. Ik kijk heel erg uit naar de volgende Forza. Er gaan geruchten over dat die in Japan zal zijn. Wat ik echt super vet ga vinden. Dus hopelijk is dat het geval. Maar die komt waarschijnlijk eind dit jaar ergens in oktober uit. Dus dat wordt awesome. Maar deze game, weet je. Ik heb het er zoveel gespeeld. Ik ben er een klein beetje klaar mee. Dus niet al te veel. Maar ja, hopelijk vond je het leuk. Als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer voor meer. En hopelijk tot de volgende keer weer. Houdoe. Fucking hell, mijn stem is echt naar de kloten. Jesus Christ.